Suzanne Admiraal, het lijkt bijna niet te geloven. Zo dichtbij, maar net niet. Ja, klopt. Het is echt zonde. We hebben zo goed gespeeld met z'n allen, maar toch 4 tegendoelpunten en eentje meer dan dat we er zelf gescoord hebben. Dus super zuur. Wat enorm spannend. Ja, op het veld ook. En we hielden gewoon geloof tot het laatste moment, maar ja, het komt toch een einde aan de wedstrijd en dat is wel echt. Ja. Laten we beginnen met het begin van de wedstrijd. 20e minuut ongeveer, er vliegt een bal in. Suzanne Admiraal, goeiedag. Ja, dat is wel een mooi moment. En ja, dat deel van de wedstrijd hadden we ook superveel geloof kregen we ervan. Maar uiteindelijk heb je er niks aan als je 4-3 verliest. Dan heeft die goal ook geen nut. Probeer hem nog even te beschrijven, hij was zo mooi. Ja, ik weet het ook niet precies. Ik nam hem aan en hij ging wat omhoog en ik schoot hem, ja, vol in de, ja, ik weet het eigenlijk niet eens precies in de hoek, maar toch nog gelijk, 1-2, 2-2, het ging echt alle kanten op. Ja, we kwamen er 2 keer op voorsprong, maar we geven 2 keer best wel snel daarna weg. En ja, hun scoren er dan nog 2 achter elkaar, waardoor we 4-2 achterkomen. Maken we wel nog 4-3, maar helaas gewoon te kort tijd, want ik heb echt het gevoel dat als we langere tijd hadden, hadden we hem nog gescoord, maar waarom is het eigenlijk niet gelukt? Ja, we hebben gewoon te veel tegendoelpunten, want we hebben er zelf wel 3 gescoord, maar ja. Hoe erg had je het idee van, joh, dit gaan we nog maar goed maken? Ik heb de hele wedstrijd eigenlijk wel geloof gehad dat we het gingen halen. Toen het 4-2 werd, toen was het wel even lastig, maar we scoorden best wel snel weer die 4-3. En het geloof kwam gewoon meteen weer, dus ja, eigenlijk de hele wedstrijd wel. Hoe kijk je terug op dit toernooi? Ja, het is nu een beetje moeilijk, maar sowieso hebben we een best wel bijzonder team. We hebben hele mooie dagen gehad, weken. We zijn echt een heel hecht team geworden met z'n allen. Dus dit ga ik nooit vergeten. Maar het is gewoon op dit moment zuur dat het zo is afgelopen. Ja, want het is dan even heel hard. Maar die Europese droom, die is nu gewoon weg. Ja. Succes. Dank je.